De Wereldbank zal in deze maand 360 bedrijven interviewen. De bank wil namelijk de obstakels van het Surinaamse bedrijfsleven onderzoeken door middel van een enquête. In 2010 had de Wereldbank dit onderzoek voor de eerste keer in Suriname gedaan, zegt Madawi Ramdin, Managing Director van Equal Chances, die het onderzoek zal uitvoeren. De voornaamste obstakels voor het bedrijfsleven in 2010 was het gebrek aan kader, gaf 30% van de geïnterviewde bedrijven aan. Verder heeft 16% aangegeven problemen te hebben met de regulering rondom de import en 14% heeft moeite met de toegang tot financiering. Ramdin gaat nader in op het onderzoek. Het onderzoek heet de Enterprise Survey, de Suriname Enterprise Survey 2018. En het is dus de tweede keer dat de Wereldbank dit onderzoek zal uitvoeren in Suriname. Het is eerst gedaan in 2010 en nu in 2018 vindt er weer eentje plaats. Hierbij, tijdens dit onderzoek, zullen de mensen, dus de onderzoekers, dus nagaan hoe het gesteld is met het ondernemersklimaat in Suriname. Onder andere wat de obstakels zijn, maar ook bijvoorbeeld wat beter is in het Surinaams ondernemerschap vergeleken met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Maar wat is dan de toegevoegde waarde van dit onderzoek voor de Wereldbank en zowel voor de bedrijven die hieraan zullen meedoen? De toegevoegde waarde van dit onderzoek is dat de resultaten dus publiekelijk worden bekendgemaakt. Volgens Marielva Klimsop, enquêteur bij Equal Chances, is de enquête 100% anoniem. Alleen de resultaten worden bekendgemaakt, maar geen enkel antwoord van een bedrijf wordt gepubliceerd. Naast obstakels legt de enquête achtergrondinformatie vast over onder andere de grootte van de bedrijven, zegt Klimsop. De vragen die ze kunnen verwachten is welke rechtsvorm hebben ze. We kijken naar de participatie van vrouwen binnen het bedrijf. We kijken ook naar de obstakels die ze hebben binnen hun organisatie of bedrijf. We willen ook gaan meten wat voor status vrouwen hebben binnen bedrijven. En we willen ook kijken als ze ook topfuncties bekleden binnen bedrijven. Uiteindelijk is dat datgene dat de Wereldbank zou willen meten. Want als je kijkt, een van de belangrijkste obstakels in 2010 was dat bedrijven feitelijk niet genoeg kader hadden. En in 2018, dan gaan wij die vergelijking maken en die trend volgen als er een verandering daarin is gekomen. Marielva Klimsop, enquêteur bij Equal Chances, die vanaf deze maand in opdracht van de Wereldbank een onderzoek zal doen naar obstakels die het Surinaams bedrijfsleven ondervindt. De interviews starten morgen.